Maartje, laten we het over boeken hebben, want je gaat je helemaal op de boeken smijten. Man over boek is het boekenprogramma dat jij gemaakt hebt voor Canvas. Dat komt terug op 3 september. Ja. Wat kan je nog allemaal doen? Wel, er zijn gelukkig heel veel mensen die ooit een boek geschreven hebben en daar ook nog populair mee geworden zijn. Mm-hmm. En het leuke vind ik aan het programma is, iedereen leest wel eens een boek. En van op school weet je soms ook nog wel wie Oscar Wilde is. Maar je weet daar eigenlijk niet meer zo heel veel van. Ik denk dat je, als het gaat over literatuur en boeken, dat je mensen zeker niet mag onderschatten en je mag ze ook niet overschatten. Dus je moet dan iets vinden daartussen en dan liefst ook op een frisse manier brengen, waarbij je wel iets kan bijleren. Maar het gaat ook vaak over dingen die met boeken gebeuren. Ja. Bijvoorbeeld, we hebben hier een filmpje klaarstaan. Je gaat eigenlijk gewoon, denk ik, naar de Nationale Bibliotheek. Ja, in Brussel. En ja, de hele procedure om daar überhaupt een boek vast te krijgen, dat is wel... Ik ben op zoek naar een boek van Franz Kafka. Kan ik daarvoor bij u zijn? Ja, maar het is naar boven. Dan moet u zich tot op het einde van de gang gaan, meneer De Heers. Moet je eerst een formulier invullen, daar? Ah, dat is niet bij u. Daarvoor een verdieping hoger gaan in de algemene leeszaal. Dus u dient gewoon uw lezerskaart af te geven aan de controle. De mevrouw gaat dat inscannen, ze gaat u een zwarte kaartje in de plaats geven en dat is uw plaats in de leeszaal. Ik kom deze kaart omruilen voor een zwarte kaart. U gaat zien dat op uw nummer op de tafel zit een klein rood lampje. Van zodra het lampje oplicht, is uw boek aanwezig. Dan kunt u uw zwarte kaartje gaan omruilen voor het boek en kunt u het gaan raadplegen. Dat is dat. Het klinkt echt vreselijk ingewikkeld, maar er zit een logica achter. Ja, natuurlijk. Maar het is wel de bedoeling, dat is een bibliotheek waar je boeken hebt zitten die je nergens anders meer kunt vinden. Dus daar wil je wel even op wachten. Absoluut. Het is een logisch systeem ook. En die jongen die beseft ook hoe ingewikkeld het was. Maar ze hadden mij op voorhand gezegd, het is niet zo, dit is de korte versie ook. Hè. Ze hadden op voorhand de radio gezegd van, edit. Ja, ik wist eigenlijk niet wat ik moest doen en hoe ingewikkeld het was. Dus ik stond voor de bibliotheek en zeiden van, ga nu om een boek van Kafka. Ja. En ik heb het avontuur op mij laten afkomen. En ik had nooit Kafkaans avontuur. Dat was ook de bedoeling om het Kafkaans aspect van de bibliotheek een beetje aan. Een quizvraag voor Lilian. Er stond in de krant de 15e editie van een boek dat we waarschijnlijk allemaal wel eens in onze handen gehad hebben, of tenminste gezien hebben. Gaat weer uitkomen, want het bestaat 150 jaar en ook weer op papier, terwijl dat vandaag de dag helemaal niet zo evident meer is. Het is een heel dik boek, genoemd naar een man uit Nederland, en daar staan alle woorden in. De? Nieke? Nee, nooit. Een dikke vandalen toch niet? Absoluut, ja, omdat die 150 jaar bestaat. Goed. Okay. Ga je die ook nog eens analyseren? Want je hebt dus boeken op allerlei manieren geanalyseerd, hè? Ja, maar we hebben altijd wel een of andere belangrijke literaire schrijver, zullen we maar zeggen. En daarnaast heb je ook andere, zoals bijvoorbeeld, we hebben ook in een vorige reeks op zoek gegaan, en dat is iets wat ik mezelf ook altijd afvroeg. Je gaat naar de bibliotheek en je neemt daar een boek en je denkt van, ik ga het meenemen in mijn bed. En dan besef je, maar de persoon die voor mij het boek heeft geleend, zat daar misschien uren mee op toilet met een bepaalde darminfectie die je niet onmiddellijk wil meemaken. Ja. En dan zijn we dat ook gaan onderzoeken. En wel een rare fantasie, denk ik. Ik denk zelden aan darminfecties als ik een roman Oscar Wilde in mijn handen zou hebben. Maar heb je de wereld pers mee gehaald, want je hebt dat dus geanalyseerd en daar zitten inderdaad niet alleen briefjes van 20 frank tussen en allerlei andere bladwijzers, maar ook was zo traag. Ja, op de 10 boeken die we hebben laten onderzoeken door de Universiteit in Leuven bleek dat op alle 10 zat cocaïne en op een aantal zat ook, en onder andere op 50 Tinten Grijs, daar zat ook... Wat zat er daarop? Hij gaat het zeggen. Ja, ik weet niet of je het wil weten, maar hij gaat het wel zeggen. Laat ons zeggen, een bacterie in de psoasfeer. Ik vrees wel. Een overdraagbare aandoening. En dat was het mooie. Ik vond vooral die drugs heel indrukwekkend, maar vooral in Amerika bijvoorbeeld vonden ze dat... Ja, dat haalde dus de wereldpers. Het programma op Canvas dat hij gemaakt heeft, hebben hier een paar beelden. Wie pikte dat op? Le Monde, The Guardian, zelfs Conan O'Brien, de bekende... Ja. Die zei van, kijk, het is Conan O'Brien, de televisiepresentator. A library has found a copy of the 50 Shades of Grey, 15 van Grijs, containing traces of herpes. Ja. In België, dat was het nog grappiger eigenlijk, dat ook nog in België moest zijn. Hè? En typisch natuurlijk weer in Antwerpen, zou je kunnen zeggen. Nee, dat is niet waar, maar blijkbaar was het wel... Ik hoorde achteraf ook wel dat je bijvoorbeeld als je een briefje van... De wereldstad, je vindt er alles. Blijkbaar zit het ook op de briefjes en zo, maar het is wel opvallend dat het daar zo uitdrukkelijk aanwezig op was. Ga je nu bijvoorbeeld... Ik vond dat een toxicologisch onderzoek. Maar ik denk, zou je niet beter de auteurs eens aan een toxicologisch onderzoek onderwerpen? Want dat gaan we ook doen. We hebben een stuk over alcohol ook, maar we hebben ook getest... Want heel veel van die auteurs vinden het interessant om te zeggen van, ik heb
de hele tijd geschreven als ik dronken was. Ja, net als muzikanten dat ook zeggen. Maar de vraag is, is dat ook echt zo? Kan je, als je licht onder invloed bent, of zwaar onder invloed bent, kan je dan echt nog schrijven? En we hebben dat ook getest, ook via de Universiteit van Leuven schrijven en Gent. Dronken gevoerd en ze laten schrijven? Ja, ja, eigenlijk wel. Ook een aantal mensen die niet dronken waren en mensen die wel dronken waren. En dan kijken, wat is nu het resultaat? Heeft dat nu een soort van creativiteitsgevoel opgewekt? De meesten zeggen wel, je kan achteraf, in een soort van, Christine Hemmerijs zegt dat, Brusselmans drinkt dat helemaal niet meer. Nee. Als beloning kan je achteraf een flesje wijn kraken, maar je kan ook voor een plaat, je kan niet laten zat een plaat staan inzingen. Absoluut dat werkt niet. Toch helemaal niet? Nee. Je kan wel feesten achteraf. Nu dat je dat zo zegt, ik heb bij de auditie, ik had een soort van auditie moeten doen met Claude toch? Mm-hmm. En, Claude François. Ja, en die vond het ook nodig om, je zei, lekker in de sfeer komen zo, maar die wist niet dat ik totaal niet niks ooit gedronken had. Ja. En die dronk graag een glaasje rode wijn. En dus die inviteerde mij voor eten. Eten doe ik ook al normaal niet voor een optreden. Dus ik kon niet tegenspreken, want ik kende het. Dus je was dronken en ziek en dan dronken zingen. Is een groot woord. Maar ik voelde mij toch helemaal niet zoals het moest zijn. En dat heeft hij wel onmiddellijk gesnapt van, oei, ik moet dat met dat kind geen twee keren doen. Dus ja, en dat is ook absoluut niet. Vanaf 3 september komt het. Ja, en ik moet zeggen, het resultaat is interessant om naar te kijken. Ja, waren de auteurs het alcohol? Je hebt Bukowski of zo, die altijd zegt dat hij dronken was, maar die dronk nadat zijn werkje af was. Ja, net als Jim Morrison, die heeft ook fantastische dingen geschreven bij The Doors dan, helemaal onder invloed, totdat zij nuchter was en besefte dat het echt crap was wat hij geschreven had onder invloed. Dus daar zijn ook wijzen van. Goed, laten we nog even kijken, nog een vraagje voor Lilian. Deze man hier heeft ook ooit eens op televisie zijn debuut gemaakt. Heel lang geleden. Heb je enig idee in welk populair zaterdagavondprogramma dat in de zomer ook dagelijks nog herhaald wordt, dat deze man ooit verschenen is? In De Kampioenen toch? In De Kampioenen. We gaan even kijken naar Stijn van de Voorde. Man, wat een beeld is dit. Ja. En Doeltje en ik, wij hebben ook een heel eerlijke relatie. Ja. Oké. Mensen allemaal, een prettige vakantie. Ja. Ik kom nog, hè. Ja, en wat een tekst, man. Dag, Jules. Ik mocht dat Jules zeggen en ik had daarmee... Het was eigenlijk in het kader van een programma. Dus Otto Jan Ham, de bekende televisiepresentator, zat er ook bij. We hadden samen een programma waarbij we alles wat we eigenlijk graag eens wilden doen, mochten doen. En Otto Jan had geen tekst, die mocht niet zeggen. Ik mocht dag, Jules zeggen, wat op zich een soort... Wow, dat is betaald, hè? Een dag mee. Het is maar 2 woorden. Het is pas betaald van als je 3 woorden tekst hebt. Ja, als er een persoonsvorm in de zin zit. Absoluut. Die man weet dat, die heeft het al gedaan. Voilà. Dat is de truc, hè. Je moet je figuranten 2 woorden, dan kosten die niks. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar goed... Het was een mooi moment om nooit te vergeten, eigenlijk. Ja, en we denken, ik zou dat toch zo spoedig mogelijk willen vergeten. Ze hebben nog niet zo lang uitgezonden. Nee, ik ben ook volgende afgelopen week blijkbaar opnieuw. Ja, af en toe krijg ik nog sms van mensen, ook al is het een flits. Maar nee, mensen ik dacht dat ik zeg, maar ik heb die al gezien. Voilà. Nog even ter afronding, want ik zei boeken niet alleen op televisie, maar ook in het theater. Je bent in een theatervoorstelling bezig, die heet Spijtig van de Bomen. Ja. Dat er zoveel bomen moeten sleuvelen voor de boeken. En je hebt je eigen boekenkast met bizarre boeken... Even uitgeschud en daar bouw je een verhaal rond. Wel, ik heb een aantal boeken die ook de moeite zijn om iets over te vertellen, terwijl niemand ze kent, geselecteerd en ook naar op zoek gegaan. Je hebt boeken zoals bijvoorbeeld De Bilnaad van de Teek. Zeer boeiend. Ja, een Nederlands bioloog heeft ook... Wat zou daar tussen zitten? Wel, ik denk, het gaat over... Het is een soort van poëtische uiting om iets over dieren te vertellen. Nee, het gaat echt over De Bilnaad van de Teek. Okay. Blijkt dat die onderzocht wordt door mensen die daar een bepaalde gevoel bij hebben. Lilian, maar goed, maar liever van de teek dan van iemand anders. Van iemand anders. Maar, hoe dan ook, als ik er één ding over kan vertellen. Dus de hersenen van de teek liggen vlak rond de bilnaad van de teek. Okay. En die wordt onderzocht. Om op die manier kan je dan ook te weten komen of het een man of een vrouw is. En welke teeksoort ze precies... Als je behoren. Ze plat klopt, wat gaat het laatste door de teek heen? Dat is zijn bilnaad natuurlijk. Of zijn hersenen natuurlijk. Of de hersenen, dat lang niet vlak bij elkaar liggen. Dus dat het boek Mager worden door meer te eten. Dus eigenlijk in de jaren 70, en ik wil niet onrespectvol klinken tegenover niemand, maar in de jaren 70 waren de mensen een beetje dom, eigenlijk, op een bepaalde manier. En toen schreven ze wetenschappelijke werken die op niets sloegen, en die vind ik ook fantastisch om te bekijken. Nu zijn de mensen ook nog altijd raar als het over eten gaat. Coolio, dat is een rapper van zoveel andere bekende nummers. Ja. Die heeft een boek gemaakt en daar gaat het echt over. Alles moet je frituren is zijn boodschap. Want dan zijn alle bacteriën dood, de smaak is er ook uit, dat staat er nu niet in, maar het bestaat ook. Dit boek heeft vorig jaar een
prijs geworden. Dat is een belangrijk Britse site die over boeken gaat. Ja. Die hebben nooit geprobeerd om elk jaar een boek te verkiezen. Is, weet je wat de poo is? Oh, nee. Het is naar het toilet gaan. Ja, grote boodschap, ja. Hè? Het komt erop neer dat zij dus elk jaar een boek verkiezen met de vreemdste titel. In het geval van de teken kleine boodschap, maar toch altijd poe. Ja, het is echt over poe. Het komt erop neer, stel je voor, je hebt net een nieuw lief en je gaat daar iets mee doen. Maar plots besef je op een moeilijk en een romantisch moment van... Dat je moet naar het toilet eigenlijk gaan. En niet zomaar naar het toilet gaan. Ik moet, en ik wil ook niet onrespectvol klinken, maar ik moet gaan beren. Daar komt het dan weer op. Beren? Wat moet je dan doen? Bijvoorbeeld, om één klein voorbeeld te geven. Stel je voor, je zegt van, ik neem een nieuw lief mee naar Parijs. We klimmen de Eiffeltoren op, niet met die lift. We doen het gewoon allemaal te voet. Aha. En je komt dan helemaal boven en dan besef je van... Hierboven is geen toilet. En ik kan ook niet zeggen van, want dat klinkt... Wat doe je dan? Hij heeft een hele theorie daarover. Je moet dan... Japaners daar staan tips in, als je op de top van de Eiffeltoren opeens groot moet gaan. En om kort samen te vatten, je moet Japanners verzamelen, zeggen van, kom, u komt maar één keer op de Eiffeltoren, allemaal dicht bij elkaar staan. Je geeft je fototoestel aan het meisje, jij gaat achter de Japaners staan. En dan ben je weer weg. Oké, heel goed, heel goed. Nog eentje te gaan, want we zijn hier ook goed over tijd. Nog eentje. Ja, wacht even. Een punt slijpen aan een potlood, op zich niet heel moeilijk, maar als je er ook een soort van filosofische betekenis achter wil zoeken, dan moet je dit boek zoeken. Hoe scherp je een potlood? Heel belangrijk. Sommige mensen van deze generatie weten niet eens wat een potlood is. Daarmee ga je de baan op vanaf 16 januari. Daar start het ook in de Arenberg Schouwburg van Antwerpen, als jij daaruit gezongen bent. En dat programma heet dus... Spijtig van de bomen. En via spijtigvandebomen.be, daar zie je waar het allemaal is. Goed, en vanaf vanaf 3 september, dat is een woensdag denk ik, is het Man over Boek op Canvas. Stijn van der Voorde. APPLAUS